Dames en heren, allereerst wil ik u allemaal van harte welkom heten. Natuurlijk met een speciaal welkom voor onze nu nog burgemeester Hans van Brunnen en zijn partner Lea. We zijn hier vanavond bij elkaar om afscheid te nemen van Hans van Brunnen. En in overleg met Hans van Brunnen hebben we ook gezegd dat we dat graag een beetje informeel willen laten verlopen. Geen raadsvergadering, maar toch zijn er straks wat mensen die graag natuurlijk even het woord willen richten tot onze burgemeester. Burgemeester Hans van Brunnen is gedurende 9 maanden hier waarnemer geweest in Boksel. En deze week draagt hij het stokje over aan onze nieuwe burgemeester Mark Buijs, aanstaande zaterdag. We zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd waar het op uit zal draaien. En daarom wil ik graag een aantal sprekers het woord geven die het wat woorden tot jou willen richten. En als eerste wil ik daartoe uitnodigen wethouder Wim van der Zanden, lokale burgemeester van Boksel. Beste Hans en Lea, vandaag nemen we afscheid van Hans als waarnemend burgemeester van Boksel. Afgelopen 9 maanden heb je die rol vervuld en in die periode heb je je ingezet om de besluitvorming binnen onze gemeente, zowel in de raad als binnen het college, verder tot stand te brengen. Een periode van 9 maanden is feitelijk te kort om de diverse complexe dossiers weer volledig eigen te kunnen maken. Toch ben je erin geslaagd om als portefeuillehouder in deze relatief korte periode 2 belangrijke dossiers concrete stappen vooruit te zetten in het belang van onze burgers, maar ook van onze medewerkers. Beide waarderen dat enorm. Gisteren beleefde je een mooie apotheose in je laatste raadsvergadering hier in deze raadzaal met het voorstel aangaande de verdere uitwerking en verbetering van dit gebouw, inclusief de aanschaf van meubilair om het flexibel werken daadwerkelijk door te kunnen voeren. Dat was een knap staaltje werk, waarbij je passie voor dit onderwerp bleek toen je het heetst van de strijd het collegevoorstel met verve verdedigde met de opmerking: ik zeg dit niet als bestuurder, maar ik meen het echt persoonlijk dat deze verbetering aan het gebouw ook echt heel hard nodig is. En dat trok de meerderheid van onze raad over de streep, waardoor onze medewerkers een prima werkplek en omgeving krijgen van waaruit ze onze burgers maximaal kunnen faciliteren. Een ander belangrijk onderwerp waar jij als portefeuillehouder nadrukkelijk een rol bij gespeeld hebt, is de discussie over de intergemeentelijke samenwerking. Voor jou stond met name in deze samenwerking steeds de kracht van de 6 van de Meijerij Centraal. En je vond dat het niet een discussie van aan de ene kant 2 gemeenten en aan de andere kant 4 gemeenten moest worden zijn. Je greep nadrukkelijk verbaal in toen in dit doorlopen proces van intergemeentelijke samenwerking, waar je helaas het eindrapport volgende maand niet meer mag en kan verdedigen in onze gemeenteraad, een scheiding dreigde te ontstaan in de uitwerking van beide stromingen tijdens de bijeenkomst van de 6 colleges in het prachtige gemeentehuis van Sint-Michielsgestel. Jetty Euster, burgemeester van Schijndel, verschoot er zelfs van. Maar het resultaat is wel dat er nu een gedragen stuk van de 6 van de Meijerij naar de 6 raden verzonden is. De burgers van Boksel zullen je herinneren van de scooter en van de witte das. De carnavalsvierders van Boksel hebben er een extra onuitwisbare herinnering aan deze 9 maanden waarneming burgemeesterschap. Dat was jullie optreden bij het politieke vee in Rembrandt, waarbij Lea, verkleed als engel, en zelf Hans in de rol van de commissaris van de koningin. Die herinnering aan jullie optreden zal nooit meer weggaan bij de carnavalsvierders die er waren die maandagmiddag bij Rembrandt. En ik vermoed dat het ook nog wel een paar keer aangehaald zal worden door de organisatie van het politieke vee. Hans en Lea, ik wil u namens het college bedanken voor jullie inzet voor Boksel. En Lea, je vertelde me dat jullie nog een pril koppel zijn, wat soms ook zichtbaar was. En ik hoop dat jullie nu samen meer tijd hebben voor elkaar. Bedankt Lea dat je Hans de ruimte hebt gegeven om zijn bestuurlijke cirkel rond te maken in onze prachtige gemeente Boksel. Hans, nogmaals hartelijk dank voor je inzet de afgelopen 9 maanden en de prettige, collegiale manier van samenwerken binnen ons college. En ik wens je namens het college nog een hele fijne tijd samen met Lea. Geniet van de tijd die voor jullie ligt. En voor nu, houdoe en bedankt.
Ik kom om namens de collega's van de burgemeesterkring Noordoost-Brabant, 20 man en vrouw sterk, waaronder jij tot vandaag, het woord tot jou te richten en jou te bedanken voor de collegiale samenwerking, de hernieuwde collegiale samenwerking en ook impliciet in de meierij en de zes van de meierij. 9 maanden hernieuwde collegialiteit. Ja, dat is natuurlijk een vrouwelijke opmerking, dus een symbolische periode. Je kunt er een kind in krijgen. Ik hoop dat je niet een kindje van hebt gekregen, want dat is een andere opmerking die een beetje negatief is. Maar 9 maanden, en dan kom ik op wat Wim ook net zei, dan is een cirkel rond. En dat had ik ook bedacht. Je bent ooit in Bokstel begonnen, als raadslid, wethouder, daarna Noordwest-Brabant ook doorkruist. En nu in Noordoost-Brabant, weer in Bokstel. Ga je eindigen, althans dat denken wij. Want dat heb ik ook met Wim gemeen, dat ik denk, zou dat zo zijn? Burgemeester in Bokstel, ik zei al in Brabant rondgecirkeld, maar toch een Rotterdammer volgens mij. Voor waarnemend burgemeesters pakken wij normaal niet zo groots uit. We hebben ons misschien wel eens met een man zien sjouwen en daar zelf een bijdrage aangeleverd. Maar we hebben wel iets bij ons en in ieder geval onze goede woorden voor de tijd dat we met jou hebben gewerkt en dat we nu weer afscheid gaan nemen. En dan denk ik ook aan de verrassende voorstelling die jij en Lea ons vorig jaar aangeboden hebben van Wie Wij. Als ik het goed zeg, Wie Wij. De krant typeerde dat als, ik zie daar Wim Klaas ook staan, als minimalisme in een eigen tijd China. Wij hebben ook ontzettend ons best gedaan gisteren die avond om de voorstelling te doorgronden. Jij met ons, maar het was een geweldige avond. En we hebben als collega's daar gezien wat een prachtig festival Circolo is. En volgens ons is dat waard om een bijdrage te leveren aan Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Want daar geloven wij hier nog in Brabant. Ik hoop dat dat lukt. Hans, we hadden een samenwerking in een intensieve periode. En intensieve samenwerking in stroomversnellingen. En we weten ook dat samenwerking veel smaken kent. Maar we zijn er wel in geslaagd om in heel Noordoost-Brabant samen te werken en zeker ook wij in de meierij. En in juni, ja, dat maak jij niet meer mee, dat zei Wim net ook al, maar ik ga ervan uit dat je zeker zult volgen wat onze 6 raden gaan besluiten en hoe we er dan voor staan met z'n 6. Misschien komen er nog nieuwe huwelijken voort, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval zijn wij heel benieuwd, wij allemaal als bestuurders, ook hoe onze raden oordelen over het werkstuk wat wij geleverd hebben. Heb ik in deze damestas een fles Hobbel, want schijndelaren zijn soms ook om te drinken. Niet om op te slokken, want daar gaan we zelf over, maar wel om dit straks lekker op te drinken. Dank namens al onze collega's Hans en Hans en Lea, het gaat jullie goed. En we zien jou wel ergens terug. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester Euster. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Jan Fraanje, gemeentesecretaris van Bokstel. De ene waarnemer is de andere niet. De ene waarnemer past op de winkel en de andere gaat er vol in. Het zal duidelijk zijn dat Hans van Brummen een man is van de tweede categorie. Het was natuurlijk ook een buitenkansje. Burgemeester in de gemeente waar je ooit met veel flair raadslid en wethouder bent geweest. De hernieuwde kennismaking op 25 juni 2012 voelde heel vertrouwd, energiek en een tikkeltje ongedurig. Meer wethouder dan burgemeester. Maar toch, en je kunt zeggen wat je wilt, deze burgemeester weet wel te pieken. En met het KV-station en de bouw van het gemeentehuis gisteren in de raad. Daar heeft Wim ook al iets over gezegd. Met de verbouwing van het gemeentehuis zijn wij als personeel natuurlijk heel erg blij. Daarmee wordt een stevig fundament gelegd voor de samenwerking met de gemeente Harenvugt en Sint-Michielsgestel. We zijn er natuurlijk nog niet met de intergemeentelijke samenwerking, maar er ligt wel een breed gedragen strategische visie op de ontwikkeling van de 6 gemeenten van de meierij, dus inclusief Schijndel en Sint-Oederode, en een voorstel gericht op de ambtelijke samenwerking met Harenvugt en Gestel. Je hebt gestuurd op samenwerking tussen de 6 meierijgemeenten. Jammer dat je het voorstel niet meer over de eindstreep kunt brengen, maar je zorgt er in elk geval voor een goede voorzet voor je opvolger. Ook dat is iets dat niet elke waarnemend burgemeester gegeven is. Een verdienste die nog niet aan de orde is geweest, ligt op het vlak van het nieuwe werken.
Al meteen na je aankomst op 3 september bleek dat je alles digitaal deed. Papier was taboe. Met de aanschaf van iPads voor bestuur en alle medewerkers eind december heb je gezorgd voor een enorme impuls aan een nieuwe manier van werken. Het is een beslissende stap op weg naar een wereld zonder papier. Het college heeft geen papieren stukken meer en vergadert op basis van de digitale informatie. Dus op zich... dat had de burgemeester van Beers ook wel leuk gevonden, denk ik. Er zijn plannen om dat ook op raadsniveau te doen, dus ook de raadsleden zijn er nog niet klaar mee. Het maakt het werken gemakkelijker en leuker en het is door de besparing op papier natuurlijk gewoon duurzaam en dat past bij Bokstol. Samen met Lea heb je met verve invulling gegeven aan het burgemeesterschap van Bokstol. Of het nu gaat om Circolo of de Heilige Bloedprocessie afgelopen zondag. Jullie waren er, je was er. Energiek, betrokken en met gevoel van humor, heb je ons in het afgelopen jaar geleid. Je hebt niet op de winkel gepast, maar bent gewoon met ons aan de slag gegaan om een aantal moeilijke dossiers verder te brengen. En je hebt de gemeentesecretaris een onvergetelijke ervaring bezorgd. Een ritje op de scooter is hem gelukkig bespaard gebleven. Maar hij heeft wel voor het eerst in zijn leven in een cabrioletje gezeten. Dus namens de medewerkers wil ik jullie van harte bedanken voor de prettige samenwerking. En voor de toekomst wensen we jullie natuurlijk alle goeds. Wil ik nu graag het woord geven aan Ad van der Wetering, vicevoorzitter van de gemeenteraad Odaza. Het afscheid van de heer burgemeester van Brummen, Hans, beste Hans en Lea. Op 25 juni 2012 werd u in het bijzijn van de voltallige vertrouwenscommissie door de commissaris van de Koningin benoemd tot waarnemend Bokstel, burgemeester van Bokstel, met ingang van 3 september 2012. Dit omdat onze burgemeester van Beurs per 16 augustus afscheid zou nemen. Sommigen kenden u nog uit de tijd dat u als raadslid, /wethouder, hier in onze gemeente was. De hernieuwde ontmoeting bij de commissaris verliep in ieder geval positief en een dag later kwam de berichtgeving op gang in de lokale media. De fractievoorzitters en enkele collegeleden kwamen in het Brabants Centrum aan het woord. Ik citeer daar nu even uit. Prima keuze, hoeft niet van het begin af aan te beginnen. Een bevlogen, enthousiaste en zeer bekwame collega. Man die vooruitkijkt, veel ervaring, maar ook iemand die begrijpt dat de functie tijdelijk is. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring. Ik hoop dat hij zich hard maakt voor samenwerking met adviesorganen, bedrijven en burgers. Hij heeft in ieder geval een band met Bokstel. Een oude bekende keert terug in Bokstel. Belangrijk voor de voortgang van een aantal lopende zaken. Hij heeft zowel ervaring als raadslid, wethouder en burgemeester. Een bevlogen bestuurder. In staat boven de partijen te staan. Goede dossierkennis en sociaal betrokken. Toen je begon in september werd je naamsbekendheid snel groter. Oorzaak, een burgemeester die op een brommer door Bokstel en omgeving toerde, was ongekend en kwam daar direct al in het kamp mee. Een brummertje, noem ik het maar even. In de 9 maanden die je nu hier zit, hebben we je leren kennen als iemand die vooruit wil. Maar ja, politiek is weer barstig. Je wilde meer dan alleen maar op de winkel passen en Bokstel vooruit helpen. Van burgerparticipatie wilde je je speerpunt maken. Het liep iets anders. Het dossier burgerparticipatie moet nog in de raad behandeld worden, terwijl in het college en de raad onderwerpen aan de orde kwamen die spontaan op acties van burgers konden rekenen. Burgers organiseerden hun eigen participatie. Denk aan de sporters in de Braken, de vrijwilligers van de Rots en de meest heftige, geheel Lennishurl, vanwege het KW-station. Anders dan u bedoelde, omdat uw visie is om vroegtijdig betrokkenen te informeren en erbij te trekken. En zeker om de raad actief te willen informeren. De dialoog met het actiecomité Zeg Nee Tegen KV werd in ieder geval mede door u gaande gehouden en leidde tot ludieke acties met een inhoudelijke onderbouwing van de burgers die er in Lennishurl leefden.
We blijven hopen dat door de recente acties het project burgerparticipatie hoog op de agenda is gekomen en snel zijn beslag zal krijgen. We hebben het hard nodig. Als raad zouden we ook nog wel van u willen horen wat u nog bijgeleerd heeft in Boksel als ervaren bestuurder in deze Bokselse periode. Daarnaast was u ook betrokken bij een aantal leuke momenten. Er zijn er al een aantal gememoreerd. Onze dartsman, de huldiging van onze dartsman van Gerwe, het carnavalsoptreden, uitreiking van diverse lintjes aan Bokselaren, Lindenaren en in het Lennesheuvelse. Natuurlijk de contacten met Wietlieg, Circus Circulo en de optredens met Jasse Keijenstamper. Ik noem er maar enkele. Kortom, je kreeg in die 9 maanden met het gehele burgemeesters oeuvre te maken. Mede door jouw inbreng binnen het college is er een aanvaardbare oplossing voor het café-station met brons voor Lennesheuvel, zoals ze het zelf benoemen. En mogelijk wordt het nog maar meer. En met een vurig pleidooi haal je het punt van het verbeteren van het gemeentehuis over de streep. Weer een brummertje. Ja? Namens de raad wil ik ook uw partner Lea graag bedanken voor haar bijdrage. Bij officiële momenten was je er steeds bij. Dank daarvoor. Beste Hans en Lea, namens het college en de raad mag ik jullie voor de inzet voor onze gemeente een schilderij van Tom Verstraat aanbieden. Het schilderij heeft als titel De Ontmoeting. Een kleurrijk geheel heb ik begrepen met 3 figuren erop. Jullie hebben het samen uitgezocht, dus we weten zeker dat het in de smaak valt. De keuze past zeker bij jullie. Ook deze periode, met jou als waarnemend burgemeester, was zeker kleurrijk te noemen. En bij je vorige afscheid in Bokstel kreeg je ook een schilderij aangeboden. Ik hoop dat je nog herinnert van Ad Verstijnen. Ik weet niet of ze naast elkaar komen te hangen. Duidelijk is in ieder geval dat je van kunst hangt, houdt. En blijkbaar is er kwaliteitskunst in Bokstel die jullie aanspreekt. Tot slot. Wij hopen dat jullie een positief gevoel overhouden aan deze bevalling in Bokstel. En wensen jullie samen met je gezin veel geluk toe. Dankjewel. Tot slot van al deze sprekers zouden wij heel graag van jou zelf horen hoe je je tweede Bokselse periode ervaren hebt. Het fijn dat u er allemaal bent in zo'n grote getale voor iemand die 9 maanden in deze gemeente heeft mogen vertoeven. 9 maanden Bokstel, mensen. Wat zijn jullie, Bokstelaren, toch een bevoorrecht volkje. Zoveel prachtige natuur dichtbij in de omgeving. Kasteeltuin Stapelen, Park Molenweide, Leijsseven, Sparrenrijk, de Campina, de Gelders. Kortom, alle elementen van het groene woud. En het wordt de eerste jaren in de landschappen van Allure, weet je het er even noemen, ook nog eens versterkt. Blauwe ader door het dorp. De Donnel die zich opgeschoond en wel slingert door de bebouwing en daardoor extra beleefbaar is. Zoveel prachtig erfgoed. Kasteel Stapelen en de Basiliek Sint-Petrus als voorbeelden. Maar ja, voelt men dat allemaal nog wel? Wordt het niet veel eer als vanzelfsprekend beschouwd? Daarom noem ik het nog maar eens. Jullie zijn een bevoorrecht volkje. Wat een potentie, dit dorp. Beste mensen, samenlevingen worden gemaakt door mensen. Veelal en vooral door actieve mensen.
En die zijn er geïnspireerd door elkaar en hun natuurlijke omgeving in Boxtel gelukkig heel veel. Zowel individueel als in groepsverband. Vele adviesorganen en vrijwilligersorganisaties zoals Boxtel Vooruit, Boxtel Beleef, de Kunststichting, de EHBO, de verkeersregelaars, Spil, Krol, de Web, het centrummanagement, de Dorpsraad Liemde, de WMO-raad, de Seniorenraad. Zomaar een greep uit de adviesorganen en vrijwilligersorganisaties. Als ik kijk naar de 9 maanden achter mij, zie ik een keur aan activiteiten passeren waar elk ander Brabants dorp jaloers op kan zijn. Ik zal er slechts een beperkt aantal bijzondere noemen. Het herfstfestijn, ODC tegen Bok en andersom. De opening van de tentoonstelling van Ton Verstraeten, Circolo en andere evenementen op landgoed Velder. Het Heilig Bloedspel en de processie van de Heilig Bloedstichting, die ik voor het eerst na 7 jaar weigering heb meegelopen. De braderie, de onthulling van Barbus, de zittingsavonden in Liemde, Lennisheuvel en Boxtel. Carnaval, wat mij overigens leerde dat een goede buurt houden niet voor iedereen is weggelegd. Koninginnen nacht en dag, de Boerenmert. Pompaas optocht, podium Boxtel, Hendrik Verhees, jaar 2013, het beach evenement volgende maand. De activiteiten samen met onze zustergemeente Wietlich, dank Arjen Witteveen en de anderen die wij daar ontmoet hebben. Zomaar een greep uit vele activiteiten. Vele mensen uit Boxtel, Liemde en Lennisheuvel zijn bij de organisatie daarvan betrokken. Zomaar, omdat ze het leuk vinden om het andere naar de zin te maken, want dat is Boxtel. Een prima en gezellige leefgemeenschap, een leefgemeenschap die zelf verantwoordelijkheden wil dragen om veel voor elkaar te doen en te betekenen. Mensen voor mensen. Dat gebeurt ook in de dorpen en wijken waar inwoners zelf verantwoordelijk willen zijn. Het is en wordt steeds meer de trend van deze tijd en daar moet de gemeente rekening mee houden. Meebewegen en ondersteunen waar dat kan. Zo worden condities geschapen voor leefgemeenschappen waar het goed toeven is. De gemeente dient de inwoners en deze organen in ere te houden om de leefbaarheid te bevorderen. Veel zou ik nog kunnen zeggen over meerdere evenementen, mensen en instellingen. Ik beperk me hiertoe. Wel wil ik iedereen, en dat waren er velen, ook namens Lea, dankzeggen voor de geweldige ontvangsten die ons telkens malen ten deel vielen. Het was indrukwekkend. Bedankt. Bedankt. Kom ik bij de politiek. Wat ik hiervoor gezegd heb, verdient het gekoesterd te worden door het bestuur van de gemeente Boxtel, medewerkers, college van BMW en gemeenteraad. Vaak gebeurt dat ook. En het besef is ook aanwezig. Misschien mag ik toch bij mijn afscheid een aantal zaken zeggen waar u verder over kunt nadenken. Zich in verdiepen en mogelijk nadere afspraken over maken. Ik noem een paar punten. Uw omgang met vertrouwelijkheid en beslotenheid. Het gaat wat krampachtig. De tussentijdse informatievoorziening tussen college, raadscommissie en raad. Dat kan beter. Het onderwerp burgerparticipatie, inclusief de rol van de adviesorganen, heb ik een startje gegeven voor een discussie die daarover door Mark Buijs zal worden voortgezet. Ik heb er al met hem over gesproken en zal dat zeker tot zijn verantwoordelijkheid rekenen. Het zou overigens een vergissing zijn de discussie daarover te beperken tot de rol van het college. Ook de rol van de raad en de houding van de medewerkers over dit onderwerp zijn essentieel. Burgers voelen zich op dit moment vaak niet gehoord. Al met al constateer ik tevens dat als ik kijk en de afgelopen periode waarneem, dat er sprake is van de nodige spanning, zowel tussen raadsfracties onderling als tussen raad en het college. Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden, politieke keuzes, zeker in een tijd waarin de gemeentelijke middelen teruglopen. De discussies verlopen meertijds op basis van verschillen. Er zou ook kunnen zijn dat men discussieert op basis van overeenkomsten en gezamenlijke doelen. Het lijkt me dat het dan meer samen bereikt kan worden
het uitdragen en volbrengen van een gemeentelijk gezamenlijke visie over de gemeente Boxtel. Nog even terug naar onze medewerkers. Ik denk dat het goed is te letten op factoren als houding, omgang, bejegening, het inkorten van behandeltermijnen, het inkorten van beantwoording van vragen van burgers en er bij andere, modernere methoden te gebruiken. In de geest waarin de afdeling communicatie deze al praktiseert en wel de tweede plaats daarmee in Nederland heeft gekregen. Velen verrichten activiteiten en werken aan de veiligheid van Boxtelaren. De politie en vooral het horecateam daarbinnen, de lokale brandweerkorpsen, de mensen in de wijkteams, het veiligheidsgevoel dient versterkt te worden. De wijken in is het devies. Daardoor ontstaat sociale cohesie. Graag wil ik ook nog iets zeggen over intergemeentelijke samenwerking. Er is nu een rapportage over verregaande ambtelijke samenwerking tussen Sint-Michielsgestel, Vught, Haren en Boxtel. Ik beveel hartelijk aan deze voorstellen te volgen. Wat mij betreft als een opstap naar bestuurlijke samenwerking in de Meierij. Ik noem daar geen tijdpad, maar dat het ervan komt, staat voor mij als een paal boven water. De veranderingen die op de gemeente afkomen, maken ook bestuurlijke schaalvergroting noodzakelijk. En ik meen het echt, als ik zeg dat Boxtel als grootste meierijgemeente het aan zijn stand verplicht is, daar inhoudelijk het voortouw te nemen. De ontwikkelingen op het sociaal domein zullen de toekomst versnellen. Een andere rol van de lokale overheid vereisen. Dicht bij de burgers van vele kernen en een hoog kwalitatief verband dat tegenwicht kan vormen tegen zorgaanbieders. De burgers centraal in lokale verbanden, zoals bijvoorbeeld het nu in Sint-Ursula functionerend Centrum voor Jeugd en Gezin. Velen hebben ertoe bijgedragen dat ik voor de gemeenschap Boxtel, Liende en Lennershoven heb kunnen functioneren. Ze hebben mij geïnspireerd om te doen wat en zoals ik het gedaan heb. Ik heb er plezier aan beleefd. Lea ook. En ik hoop vele anderen met ons. Graag dank ik alle burgers, medewerkers, raadsleden en dan vooral de leden van de vertrouwenscommissie die zoveel werk hebben verzet. De bestuurssecretaresses, Tony en Suzanne, mijn steun en toeverlaten. De raadsleden, in het bijzonder de vicevoorzitter van de raad, Van de Wetering, die de afgelopen maanden een topprestatie heeft verricht binnen de diverse verantwoordelijkheden die hij heeft genomen en die hij ook voortreffelijk heeft gedaan. De griffie, met Veerle van den Broek, de griffier die ook de vertrouwenscommissie heeft begeleid. De gemeentestaris Jan Fraaien als hoofd van het ambtelijk apparaat die mij heeft moeten bijstaan. Ook geen makkelijke opgave. De collegeleden Wim van der Zanden die toch meermaals als loco moest optreden. Ondanks het feit dat we regelmatig probeerden de telefoons af te stemmen op de alarmcentrale. Vele anderen die mij geïnspireerd hebben. Dank, allen dank. Tot slot wens ik Mark Buijs, de nieuwe burgemeester, een mooie toekomst in onze prachtige dorpen. Ik wens iedereen in Boxtel, en als ik Boxtel zeg, dan bedoel ik daarmee Boxtel, Lennersheuvel en Liende, een gezonde toekomst waarin men in de gemeente Boxtel best wel wat chauvinistischer mag worden. Het gaat daarbij om mensen, zeker in de toekomst. Ik dank u wel en ik zal u met liefde in mijn hart dragen een heel mooie herinnering aan u overhouden. Dank u wel. Ik heb nog twee formele handelingen te verrichten, want dit was mijn laatste actieve daad als waarin burgemeester van de gemeente Boxtel. Dus ik zou Wim hier willen hebben, zodat ik hem de ketting kan omhangen. En ja, het is maar voor kort Wim, want je zult hem zaterdag weer moeten afgeven. Meneer Van der Wetering, die zoveel verricht heeft de afgelopen maanden, daarvoor nu, omdat we het gisteravond niet haalden, morgen nog eens de voorzitter van Amals mag hanteren. Heel veel dank voor alles en nog heel veel plezier. Dankjewel.
Beste Hans, het is vandaag de laatste dag dat jij in Boksel in de politiek actief bent. Vanaf 1982 heb ik jou meegemaakt in Boksel in die periode. Je bent 2012 teruggekomen in Boksel. Hoe is jou bevallen om weer terug te zijn op het oude nest? Ja, het was elke dag genieten, moet ik zeggen. De herinnering die komt heel vaak boven. Je ontmoet heel veel mensen die je nog vanuit het verleden ooit ontmoet hebt. De cultuur van het dorp is niet zo verschrikkelijk veel veranderd. Dat betekent dat... ik heb niet voor niks 19 jaar toen in Boksel gewoond, gewoon omdat ik het ontzettend leuk vond. En dat is eigenlijk de afgelopen 9 maanden helemaal teruggekomen. Het was niet vreemd voor mij. Het was alsof ik niet weg geweest was. Al waren de omstandigheden gewoon anders. En met die omstandigheden, die nieuwe omstandigheden, heb ik samen met het college en de raad geprobeerd de goede dingen voor Boksel te doen. Ja, je had natuurlijk bepaalde verwachtingen toen je naar Boksel kwam. Zijn die waargemaakt, de verwachtingen? Volledig. En zelfs meer dan dat. Ik denk dat de warmte waarmee ik in Boksel ontvangen ben, En is zo verschrikkelijk groot geweest. Dat heeft mij elke dag goed gedaan. En ik ging ook elke dag fluitend in Breda ging de deur uit. Met het idee van, ik mag lekker weer naar Boksel een dag. Om daar te gaan werken. En samen te werken met andere mensen. En vooral ook veel burgers, instellingen en verenigingen. Om iets voor anderen te doen. En het ervoor te zorgen in alle gezamenlijkheid dat we zo'n leuk dorp met elkaar hebben. In jouw portefeuille zat onder andere de intergemeentelijke samenwerking die binnen de meierij moet gaan ontstaan. Hoe is de ervaring daarmee? Schiet dat op? Er worden stappen gezet. Er ligt nu ook een voorstel aan de gemeenteraden. Tweeledig. Eén voor de gemeenten Sint-Michiels-Gestel, Vught, Haren en Boksel om een ambtelijke samenwerking, een verregaande ambtelijke samenwerking te gaan doen. En één in Schijndel en Sint-Oederode om een bestuurlijke samenwerking te doen. Ik heb vanavond gezegd dat ik het van belang zou vinden dat in de meierij we weer de gelederen sluiten en komen tot één bestuurlijk geheel. Hoeft dan niet morgen, hoeft niet volgend jaar, maar er komt een tijd waarop we met elkaar vinden dat het noodzakelijk is. Omdat de taken die we als gemeente op ons afkrijgen zo anders worden, met heel veel zorg in het pakket, gedecentraliseerd vanuit de Rijksoverheid. Dat behoeft een krachtige ambtelijke en bestuurlijke organisatie om tegenwicht te vormen tegen zorgaanbieders. En tegelijkertijd een in alle kernen een zodanige opleving van de manier waarop de zorgaanbieders omgaan met mensen die zorg behoeven, dat we dat ook zo laag mogelijk bij die mensen brengen. In de 80e jaren was een van de grote problemen in Boksel de verkeersproblematiek. Op dit moment hebben we dus te maken met het hoogfrequent spoor. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, 30 jaar geleden speelde natuurlijk de dubbele overweg in de discussies ook al. En die is al die 30 jaar gebleven. Ik heb de discussie van de PAS-project hoogfrequent spoor meegemaakt de afgelopen maanden. En ook dan zie je weer de verkeersvarianten die 30 jaar geleden aan de orde waren, zie je dezelfde tafel passeren. Dat is heel bijzonder. Maar ik denk dat er nu oplossingen gevonden zijn, waarvan er 2 worden uitgewerkt, die een stap voorwaarts zijn om ervoor te zorgen dat dat knelpunt wat vermindert. Ja, er zijn natuurlijk heel veel leuke dingen gepasseerd de afgelopen 9 maanden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook nog 2 hoofdpijndossiers. KV-station en ik noem de rots. Ja. Wat vind jij dat de politiek daarmee moet doen? Nou, het KV-station hebben we gisteravond een beslissing over genomen in unaniem over de locatie haaks op de Keulse baan. Met het verzoek aan het college om nog eens met de initiatiefnemers te gaan praten of de termijn opgerekt kan worden. Ik denk dat dat ook het maximale is wat uit de discussie is gekomen. Dus unanimiteit daarin. Dat betekent dat de portefeuillehouder die opdracht ook heeft aanvaard. Met Tennet en Nix gaat praten. Als Tennet en Nix en de Rabobank bereid zijn alsnog met de datum te schuiven, dan ontstaat er wat ruimte om het dossier biomilieu te verdiepen. Als dat niet lukt, ligt er in ieder geval een besluit waarop we op Forst A door kunnen. En ik denk dat het door kunnen het belangrijkste is van datgene wat gisteravond aan de orde is geweest. De rots is een dossier wat
30 jaar geleden, herinner ik mij, kwam het ook langs. En ik heb het idee dat het de afgelopen 30 jaar bij voortduring een keer aan de orde is geweest. Het blijft een dossier wat lastig is. Ik denk dat het goed is dat er plekken zijn in wijken waarin burgers en instellingen elkaar ontmoeten. Of dat nu altijd rot moet zijn, weet ik niet. Maar dat die er moeten zijn. Maar dat de organisatie daarvan vooral uit de mensen zelf moet komen. En waarin het gemeentebestuur slechts kaders moet scheppen en mogelijkheden moet scheppen om het mogelijk te maken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als wij op de stoel van de burgers gaan zitten en zeggen zo moet je het doen, dan komt er niks van. Het initiatief moet bij de burgers liggen, want zij moeten er ook gebruik van maken. Dat is ook zo. Het is natuurlijk een hele hectische tijd, deze periode. Ja. Heb jij nog adviezen waar de Bokkelse politiek zijn voordeel mee kan doen? Nou, wat mij bijvoorbeeld de afgelopen periode van 9 maanden is opgevallen, is dat de discussies die gevoerd worden in de commissies en in de politiek er bijna altijd toe leiden dat de verschillen worden benoemd en dat men de verschillen ook verscherpt. Dat brengt ook verhoudingen met zich mee die dat ook nog eens een keertje versterken. Terwijl ik denk, en ik heb het ook elders meegemaakt in mijn bestuurlijke leven, dat daar waar gemeenteraden en commissies proberen elkaars overeenkomsten te zoeken en te proberen te zoeken naar datgene wat ons bindt en dat ook samen te doen met burgers en adviesorganen, dat we dan stappen kunnen zetten om met elkaar in andere verhoudingen naar een betere toekomst te streven. Als afsluiting van dit interviewtje, heb jij nog plannen in de nabije toekomst die op het politieke vlak liggen of het bestuurlijke vlak? Nee, het bestuurlijke wel, want ik ben nog bestuurslid van een aantal instellingen. En ik mag nog, een maand geleden vroeg men mij of ik voorzitter wilde worden van een adviesorgaan voor de minister. Dat laatste ga ik in ieder geval doen, die bestuursfuncties hou ik ook nog. Ik weet het niet of ik nog in een bestuurlijk leven terugkom. De cirkel is in ieder geval, als het niet zou zijn, heel mooi rond. Ik ben in Boksel begonnen. Vanuit het protest. Er moet een openbare school komen. De wens van burgers om die voor elkaar te krijgen in de politiek terechtgekomen. Dat je dat op deze manier in Boksel mag afsluiten. Ja, dat is elke dag een cadeautje geweest. Mooi zo, dat was dus een afsluiting. Ja. Ik wens jou en je partner een hele fijne toekomst. Ik hoop dat we elkaar nog een keer ontmoeten, maar dat zal best nog een keer lukken. Heel erg bedankt voor dit interview en heel veel genoegen verder in je leven. Graag gedaan, Jan. Bedankt. Veel sterkte met Omroep Dommeland. Dank je wel. Zet hem op 39? 47. 47, inmiddels. 47, ja, oké. Okay. 47, hè?